Ik vind het ontzettend belangrijk en leuk om mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in mijn regio. En ik word heel enthousiast van initiatiefnemers die ontzettend mooie projecten realiseren. Mijn naam is Berbe Derren, ik ben woonachtig in Jistrum samen met mijn man en twee kinderen. In mijn dagelijks leven ben ik actief commercieel bij een bouwbedrijf en ik ben adviescommissielid bij Streekwerk. Streekwerk is onderdeel van de provincie Friesland en ondersteunt daarmee initiatiefnemers voor het verder brengen van leefbaarheidsprojecten. Nou, als adviescommissielid ondersteun je de initiatiefnemers door middel van het beoordelen van de projectplannen. En daarnaast ben je als adviescommissielid ook ambassadeur voor de regio om die initiatiefnemers te inspireren en te helpen bij hun projectaanvragen. Naast het beoordelen van de projectplannen geven we ook adviezen en tips aan de initiatiefnemers. Daar maken we deel uit van de pitsavonden en bezoeken we ook de projecten. Tijdens de pitsavonden kunnen initiatiefnemers vrijwillig deelnemen om hun projectplan in 5 minuten te pitsen. Waarbij wij als adviescommissieleden aanwezig zijn om vragen te stellen. En waarbij de initiatiefnemers onderling van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ontmoeten. We lopen hier in de tuin van het Kruidhof in Buitenpost. En hier is de speurtocht voor kinderen die hier is gerealiseerd. Het is een van de initiatieven waar wij subsidie aan hebben verleend vanuit Streekwerk. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer in onze regio. En ik ben er ontzettend trots op om daar aan mee te mogen werken.